Dit is een 12 volt RF switch die je zelf kunt instellen. In een van de vorige video's heb ik jullie de USB RF switch laten zien. En dat is een super handige gadget die je met zulke soort afstandsbedieningen kunt koppelen en dan kunt gebruiken. Zou je eerst eventjes willen abonneren op mijn kanaal? Zo kan ik in de toekomst meer van dit soort video's maken. Eerst gaan we hem openmaken. Dit doe je door deze twee schroefjes los te draaien en voorzichtig de plastic behuizing te verwijderen. Nu zien we het printplaatje met een paar chips, maar we hebben enkel deze twee contactpunten nodig. Dit is een programmeerbare schakelaar. Door ze kort te overbruggen met bijvoorbeeld een pincet, kunnen we verschillende functies instellen. Laten we direct beginnen met functie 1. Met deze functie kan je een dubbele schakelaar instellen, wat betekent dat je één knop gebruikt om hem aan te zetten en een andere knop gebruikt om hem uit te zetten. Handig als je een afstandsbediening hebt met twee aparte knoppen. Hoe stel je dit in? Maak dus eerst contact over deze twee puntjes op de printplaat met een pincet. Dan moet je wachten tot het lampje één keer knippert. Daarna moet je nog eens kort contact maken om de programmeermodus te activeren en dan druk je op de knop die je als aan wilt instellen op de afstandsbediening. Daarna druk je op de knop die je als uit wilt instellen. Daarna bevestig je door nog een keer op de uitknop te drukken. Als alles goed is ingesteld, zou het nu moeten werken. Laten we het testen. Ja, inderdaad, perfect, het werkt. De schakelaar reageert precies zoals we willen. Wil je graag de andere 6 functies zien? Check dan zeker de volledige video op mijn kanaal.